Go! Ik sta hier voor het stadion van de Gent Gators, een van de weinige American football clubs in België. Ken je deze sport niet? Dan ken je misschien wel de Super Bowl. Een evenement waarbij grote artiesten nog grotere liveshows geven. Maar voor en na hun optreden wordt de finale gespeeld van de Amerikaanse NFL, de grootste American football competitie ter wereld. De sport is dus razend populair in de VS, maar in België is het nog niet helemaal duidelijk. Welke sport is dit? Rugby. En dit? Ah nee, dat is rugby. Rugby. Rugby, denk ik. American football. Ik ben Sebbe, ik ben 20 jaar, ik zit in mijn tweede jaar journalistiek, ik studeer aan de Achtervelde Hogeschool. En ik doe nu al 1 jaar American football hier in Gent, bij de Gent Gators. Mijn positie is wide receiver, dat is de bedoeling dat ik deze bal zo goed mogelijk vang en dan uiteindelijk een touchdown probeer te scoren. Mijn enige job is eigenlijk gewoon de bal vangen, simpel gezegd. Ja, er zijn heel veel verschillen tussen American football en rugby. Om te beginnen spelen wij met een veel kleinere bal. Onze bal is veel kleiner en gemaakt om met 1 hand te gooien. Bij rugby gooi je altijd met 2 handen. Wij mogen naar voor passen, ook een heel groot verschil. Rugby past altijd naar achter, terwijl wij naar voor mogen passen, waardoor wij veel meer routes kunnen lopen. En een derde groot verschil is natuurlijk dat wij met helmen spelen, met pakken spelen. Waardoor dat we eigenlijk misschien wel nog iets harder kunnen beuken. Die van rugby gaan dat niet graag horen, maar het is wel zo. Ik wil zeer graag doorgroeien in American football en misschien ooit naar Amerika verhuizen om de sport te spelen, maar ik weet ook dat dat heel moeilijk gaat worden. Ik speel het nog maar 1 jaar en eigenlijk in België is de omkadering, zal ik maar zeggen, voor de sport is eigenlijk gewoon niet heel. We zijn sinds januari pas erkend als officiële sportfederatie. Dus iedereen in België speelt eigenlijk voor het plezier en we willen elkaar gewoon beter maken.